Dat is gewoon tril je nou? Ja, tuurlijk tril ik. Dat is toch wel spannend? Als je de waarheid niet spreekt, krijg je een schok. Oh my god. Je liegt! Welkom in de Juicebox. Jullie zijn aangesloten op een leugendetector, dus liegen heeft vandaag geen zin. Timon, is er iemand tot wie jij je aangetrokken voelt uit Good Luck Guys? Nee. Hey! Dat is echt niet waar. Oh, wie dan? Nee, oké, okay, nee, er is niet iemand waarvan ik heb gedacht. Oké, okay, er is wel iemand waarvan ik heb gedacht. Wie? Jotti. Ja, Jotti vind ik een mooie meid, ja. Jotti, ben je blij met Harry als je partner? Ja. Waarom ben je blij met Harry? Nou ja, in het begin was het wel relaxed en ging het wel goed. Helemaal tegen het einde, ja, ja, doen we gewoon ruzie met elkaar. Ja, maar Jotti is natuurlijk super knap. Maar we zouden niet... Je zou niet tarponi eten ofzo. Ik kan echt niet antwoorden. Je kan ook nee zeggen. Nee, Oh, dat ding schiet wel heel erg omhoog. Maar ik vind Jotti wel heel leuk. Op een normale manier. Heb je nog contact met Harry? Nee. Hoe komt het dat jullie geen contact meer hebben? We hebben elkaar toen niet echt nog gesproken. Hij heeft wel nog een zonnebril en een trui van mij. Dus dat moeten we nog even fixen. Hoe komt hij aan die zonnebril en die trui? Oh. Nee. Je moet daar gewoon heel snel je spullen in pakken. Hè. Mijn rugzak zat helemaal vol. Dus, Aha. Ja. Zou je Harry doen? Ja of nee, Faisal? Nee. Oh, oh. Heuveltje. Woe! Nou, ik weet, ja, het is gewoon een knappe jongen, zou ik het ook? Okay. Jij zou het doen. Oké, okay, ja, misschien wel. Faisal, vind je Ziggy een goede artiest? Ja. Ja. Nee? De leugen. Nee, dat is echt niet waar. Nee, dat is echt niet waar. Nee, ik zeg altijd tegen iedereen dat Ziggy echt een goede stem heeft en dat hij echt een goede zanger is. En dat hij gaat doorbreken in Amerika, dat kun je aan iedereen vragen. Timon? Ja? Vind jij Faisals muziek goed? Nee. Wacht, stop. Mag ik even uitleggen hoe ik bedoel? Ja, graag. Ik heb het nog nooit gehoord, snap je? Maar ik heb wel al stukjes gezien online. Dat is gewoon niet meer... Fijn, niet boos zijn. Nee, ik ben niet boos, okay. Maar ik vind jou wel een heel leuke artiest. Van jou kan ik alles hebben, maar ik zie jou ook niet naar mijn ghetto muziek luisteren, to be honest. Ja, maar ik vind jou wel heel leuk op het podium. De clipjes van die shows... Met work? De clipjes van Faisal en shows vind ik heel leuk. Je hebt een goed karakter, maar je muziek... Quinn, ben jij egoïstisch? Nee. Waarom denk je dat ik deze vraag stel? Omdat Ziggy en ik eten voor onszelf kopen. Uiteindelijk delen we dat ook met jullie. Ja. En dat vind ik eigenlijk best wel fair. Rico, ik zie jou kijken. Ja, nee. Vind jij mij egoïstisch? Nee, niet helemaal niet. Maar ik denk ook wel dat het een beetje kwam door Ziggy, man. Dus ik denk niet dat het vanuit jouw kant komt. Hij heeft me daar wel een heel klein beetje in meegesleurd soms. Ja. Ziggy die zei gewoon, Quinn, je moet ook eens een keer voor jezelf kiezen. En voor Ziggy dus. Op dat moment. Ja. Weet je, Quinn, dit is een eerste realityprogramma en dan word je direct met wolven gezet. En dan is het natuurlijk voor hem best wel zwaar om dan direct zo van, oh, ik ga nu mezelf zijn, ook omdat hij natuurlijk acteert. Ik was mezelf, hoor. Ik vond oprecht dat je af en toe gewoon, als een camera aanstond, gewoon anders was. Alles draaide bij Ziggy om de camera's. Dan keek Ziggy om zich heen en dan zei hij, oh nee, de camera's draaien niet, dus ik ga er niet aan meedoen. Ah. Eén keer wouden we stoeien in de zee. We gingen zeg maar op elkaars rug elkaar ervan afduwen. Ja. Toen hadden we nog één iemand nodig. En toen zei Ziggy, oh nee, ik doe niet mee. Of wacht, worden we gefilmd? Want dan doe ik wel mee hoor, als de camera draait. Ja, ik hou daar niet van. Baalde je dat je uit het programma werd gezet door de actie van je zus? Ja. Ja, toen ik echt te horen kreeg dat we daardoor het programma moesten verlaten, toen vond ik het echt kut, want dat had ik nooit zien aankomen. Kijk, ze had het misschien beter niet kunnen doen. En Sharon die vecht volgens mij ook niet echt snel uit haar eigen. Nee. Maar ja, ik snapte het wel echt op dat moment, want Ziggy die was haar echt aan het uitlokken. Monse, is de band met Ziggy verbeterd nu Sharon en Esmee uit het programma zijn? Nee. Dat is een heel duidelijk antwoord. Leg even uit. Ja, die jongen is zo theatraal. Zo vervelend. Hij houdt zijn mel niet. En dat wordt alleen maar irritanter. Want toen Sharon en Esmee eruit gingen en Harry ging eruit, voelde hij zich het hele mannetje, hè? Ging opeens rond dat kampvuur staan, wat Harry altijd maakt. Hij heeft nog nooit een kampvuur gemaakt. Nee. Nog nooit is aangeraakt in de hele show. Harry ligt eruit, gaat hij maar als een alfa mannetje rond het kampvuur lopen, ja. Ik snap heel goed dat sommige mensen niet met mij kunnen. Mm-hmm. En dat vind ik ook oké. Maar, sorry, maar bij sommige van deze mensen valt echt een draadje los. En dat meen ik echt. En bij wie dan bijvoorbeeld? Nou, ik noem bijvoorbeeld Sharon. Dat vind ik echt een harteloos mens. Wil je nou niks missen van deze drama? Kijk dan Good Luck Guys op Amazon Prime.